Ja, het volledige terrein wat je hier ziet was voorheen helemaal verhard. En er is nu beplanting voor teruggekomen en er is hier gezond voor teruggekomen. En hierachter bij de parkeerterreinen, daar zijn allemaal bloeiende vaste planten voor teruggekomen. Die weer hun bijdrage leveren aan de biodiversiteit. We staan hier bij de verwachting, het MFA in Annapolona. We hebben de buitenruimte hier erin gericht. De aanleiding daarvoor was dat er zorgen waren om de verkeersveiligheid. En het terrein was hier en daar erg verzakt. En dat de zonnehoed. Het zit er nog maar net in, hè? Het zit er nog maar net in, ja. Voor een beetje groeien. Ja, alles wat klein is, wordt groot, zeggen ze dan. En die herinrichting was een mooie kans om klimaatadaptatie en vergroening in de praktijk te brengen. Wat tevens nu ook het uitgangspunt is bij iedere herinrichting. Dit zijn allemaal geraniums. Het is hier nogal een beetje een schaduwrijke hoek. Dus hier zijn geraniums en herfstanemonen ingeplant. Nou, hier was het al voor elkaar, voor de herinrichting. Maar hier is water door later een verharding toegepast. Het regenwater kan tussen deze voegen de bodem in infiltreren. Nou, het klimaat verandert erg snel en dat zorgt ervoor dat het langer heet is, dat het langer droog is, dat er in één keer veel meer regen valt. Meer groen zorgt ervoor dat het regenwater gebufferd wordt en dat het minder heet is in de openbare ruimte. Ja, dit hebben we de ecozone genoemd in het ontwerp. Het water, dit was hier al. En eigenlijk wat interessant is gemaakt voor de biodiversiteit is dat het vanaf het water in een beetje een moeraszone overgaat. En je ziet ook eigenlijk daar die hele plek die heel vochtig is. En het gaat eigenlijk heel geleidelijk van nat naar steeds iets droger tot dan uiteindelijk het wilgenbosje. En wat dat heel interessant maakt is dat er allemaal diversiteit in verschillende leefgebiedjes ontstaat. Iets droger, iets natter. En daar groeien weer allemaal verschillende planten. En dat trekt weer verschillende insecten en andere dieren aan. Ja, paardenbloemen zijn natuurlijk hele interessante inheemse planten. Veel mensen zien het als onkruid, maar het is eigenlijk gewoon een plant, een kruid. En echt superveel insecten die maken gebruik van de paardenbloem. Echt, ik denk dat een van de belangrijkste voedselplanten is die we in Nederland hebben. Dus laten we een beetje zuinig zijn op de paardenbloem. Is mijn advies. Het hele ontwerpproces is samen met omwonenden en met gebruikers van het MFA gedaan. En een van de wensen die daaruit voortkwamen was meer groen, maar ook groen in combinatie met educatie en met natuurbeleving. Daar is het Tiny Forest voor aangelegd, maar ook het speeleiland hierachter, waar er speelaanleidingen zijn in combinatie met groen en water. Hier is vergeleken met de vorige situatie is hier 920 vierkante meter verharding omgevormd in groen.